Boef en ik kijk naar Niels YouTube filmpje en deze vlog gaat over Niels. Deze vlog ga ik Niels ook filmpjes laten zien, dat jullie denken, oh wat een leuke filmpjes, gaan wij ook kijken. Ook dan op Niels' kanalen. Dat hij wel verdient wat hij doet. Als ik dus het best om YouTube filmpjes te maken. School ben ik gewoon Niels en niet Niels van Voors. En wil ik dat eigenlijk dus houden. Dat straks bij Niels zijn. Maar gelukkig kan dat filmpjes. Nou, ik laat zien hoe leuke filmpjes Niels maakt. Ik ga naar de do-it-yourself. Nog een film, YouTube filmpje van Niels. Doe een duimpje omhoog als je deze video nu al leuk vindt. En vergeet je niet te abonneren op dit leuke YouTube kanaal. En dan zeg ik, laten we gaan beginnen met de video. Oké jongens, zoals je ziet staat hier de ingrediënten voor mijn. Ik laat zien hoe leuke filmpjes Niels maakt voor diegene Niels nog niet kent en kan leren kennen. Van, Niels is toevallig van Voors, als je dat even zeggen. En ja, is bedoelen dat meer mensen naar Niels filmpjes kijken. En heel makkelijk om te maken, dus laten we gaan beginnen. We gaan eerst de boter mixen in de kom. Oké, als je dit hebt gedaan, voeg je dus de mix toe en de eieren. Maar ik ga eerst even de eieren in dit bakje doen. Het is Niels ook, maar dan op vakantie. Zo kan een YouTube filmpje van Niels. Dus dan weten jullie hoe leuk Niels YouTube filmpjes maakt. En dat wil ik laten zien in deze filmpjes. Wat leuk, ik ben weer een nieuw vlog. Wij zijn op Rodos. Jongens, het is fantastisch, ik word wakker. En je ziet dit. Oké, nou in ieder geval, leuk, check weer een nieuwe vlog. Vandaag. En deze keer gaan wij heel veel leuke dingen doen. Vandaag gaan we lekker op een uur ontbijten. Dan gaan we lekker naar het zwembad. En later op de dag, wel, ik ga later naar het zwembad. Dan gaan we naar de beachclub. Van Niels. Hij maakt heel leuke YouTube filmpjes. En het is een echte aanrader om zijn YouTube filmpjes te kijken. Wij zijn in Griekenland, zoals jullie weten. En we hebben een auto gehuurd voor vandaag. En ik ben moe. En ik laat weer een stukje zien als Niels een YouTube filmpje. Ja, we zijn al eventjes onderweg. En we rijden het verkeerd. Sakip is de beste vriend van Niels. Dus hij maakt ook YouTube filmpjes met hem. Dus ik zou even ik laat dit filmpje ook weer zien hoe leuk Niels en YouTube filmpjes maakt, ook met zijn keeper bij. En trouwens, zijn keeper en Niels zijn beste vrienden. Dus ja. Nou, tot straks. Kijk naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag. Dit is ook een YouTube filmpje van Niels. Dus ja. Ik ga even zo. Hij maakt heel leuke YouTube filmpjes. En ja, dus. Wat je nodig hebt, als eerste het belangrijkste is genoeg. Wil ik even laten zien, ook met dit filmpje leuk. Hoe leuk Niels YouTube filmpjes maakt. Hè, ik kan even niet aan mijn woorden. Dan heb je chocolade stukjes nodig. Ik zag net in Albert Heijn waar eerst gewoon zelf stukjes chocolade in stukken hakken. Maar de chocolate chips zijn gewoon echt van die kleine stukjes chocolade. Ik dacht,
en deze mee. En dan voor de topping heb je nog slagroom nodig. Ik heb ook een beetje van die slagroom, maar deze is net wat luxe. Dan, een van de belangrijkste dingen is ijsklontjes. En dat was het wel. Voor de rest heb je nog een mixer nodig. Zo, nou, in deze YouTube-filmpjes laat ik zien hoe leuk, leuke YouTube-filmpjes Niels maakt. Dit is de tweede YouTube. Nee, de derde YouTube-filmpje. Meester, wat? Welk vak moeten we eigenlijk doen? Als het goed is, heb je toch een schrift? Ja, maar dit schrift heb je als het goed is. Het is Engels. Oké. Nog één keer wat vragen en je gaat eruit. Maar meester, ik heb gesponnen. Ik wil hier te werken en ik ga eruit. Ze hebben nog wat gevraagd. Je kent het wel. Van deze leraar. Nou, dit is Niels Schimbeck. Hij is ook van Bordent Voice. Ik heb hem zaterdag gezien. Hij is super aardig. Maar ik heb het laatste getal volgens mij 7. En zo naar Niels. Volgens mij het getal 7. Ja, je kan zeggen dat het. Ik laat nu even een stukje uit zijn YouTube-filmpje zien hoor. Geen volgende, dus dat is wel heel positief. De laatste cijfer van het jaar zijn 3 voor Duits, grammatica. Ik ben eens gestruikeld een keer op de trap, maar niet lang uit of zo. En dat was ook niet tijdens de pauze, waardoor iedereen het zag. Dus ja, dat is misschien wel een schoolblunder. Maar ja, verder hoef ik niet, zeg maar. De laatste. Wow, ik heb alle volgers bij. Hier, als je nieuws bent, I love you. Hier, mensen hebben het natuurlijk alweer door. Hè? Maar hoezo hebben ze door dat ik praat? Eel, waarom denk je dat ik het ben? Ik ga me bellen. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag ga ik wat super leuks doen. Want ik nou, dit is ook Niels, dus ik laat weer een nieuw filmpje van Niels. Ik ga namelijk een undercover fan account video opnemen. Dat houdt in dat ik eigenlijk een fan account ga aanmaken voor mijzelf. Ik ga proberen in een groepschat te komen op Instagram. Ik ga proberen met jullie te DM'en. Ik ga een eigen account maken. Ik ga een post editen. En zo gaan we hopelijk proberen dat mensen er niet achter komen. Doe vast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En laten we dan snel gaan beginnen met de video. Oké, als eerst ga ik dus een nieuw account aanmaken. Dus ik zit even te bedenken, wat voor gebruikersnaam zal ik doen? Even kijken. Niels Schimbeck Fan. Dus Fan is niet beschikbaar. Dus XOXO. Ja, hij is goedgekeurd. Oké, dan gaan we vervolgens kiezen hoe je wilt aanmelden. Registratie voltooien. Oké, yes. Ik zit dus nu op dit moment in Instagram. Ik heb dus nu een foto en die ga ik nu gewoon erin zetten. Ik heb dus nu een fanaccount aangemaakt. Oké, ik ga dus gewoon even eerst een fan-edit maken op die foto. Dus ik ga even naar mijn editor. Ik ben al een knappe fan dicht. En dit filmpje wil ik ook laten zien hoe leuk de filmpjes van Niels zijn. Hoe leuk hij het maakt. Ja, gaat me door. Vandaag is het onderwerp fans. Heel erg leuk. Want ja, ik zit natuurlijk een beetje in het wereldje waar Force ook fans heeft. En daarom ga ik vragen beantwoorden over fans. Ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen met gelijk de allereerste vraag. En doe alvast een duimpje omhoog. Als je deze video nu al leuk vindt, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we dus gewoon lekker beginnen. De eerste vraag is van 0524, laatste even Force. Wat is dat de raarste? En dan ga ik even een stukje laten zien uit YouTube-filmpje van Niels. En dan weten jullie hoe leuk hij YouTube-filmpjes maakt. Maar voor de mensen die dat nog niet weten, dat is een kam. Ik heb ooit een Barbie-kam gekregen. En met daarin haar. Met deze YouTube filmpje van Niels sluit ik de vlog mee af. Ik hoop dat je het leuk vond en like en abonneer mijn YouTube kanaal. En kijk, ik laat ook een
Nou, veel kijkplezier en ik hoop dat jullie de nieuws en de filmpjes leuk gaan vinden. En hij maakt wel leuke filmpjes. We gaan weer eens kijken van het YouTube filmpje. Bij 5000 abonnees ga ik natuurlijk een leuke giveaway doen. Dan gaan we nu beginnen met het onderwerp Force. De allereerste vraag komt van Force, laatst heb je slim, maar laatst heb je fan. Heb je wel eens voor een optreden gedacht van ik heb geen zin? Ja, dat heb ik zeker wel eens gedacht. Ik kan niet zo even een voorbeeld noemen, maar ik heb natuurlijk wel eens gedacht van puf, gewoon dat ik dacht van ik heb zo geen zin hierin. Maar dan uiteindelijk, als ik eenmaal op het podium sta, is het natuurlijk weer heel leuk. Zo ben ik. Ik kan zeuren, uiteindelijk vind ik het leukst. Mijn manager gaat nu hoor.